Het is feest in Aduarderzeil, want het Rijdiepveer bestaat 10 jaar. We zijn 10 jaar geleden begonnen met het veer. We zijn ongeveer met 50 vrijwilligers, verdeeld in schippers en maten. We varen altijd met 2 personen. En wat betekent dat, zo'n dienst daar voor jou? Nou, lekker buiten zijn, op het water. Vroeger ging ik ook veel zeilen met mijn ouders. Dus op het Rijdiepveer is gewoon lekker ontspannen en buiten zijn. Ja, en krijgen jullie ook subsidie? Nee. We kunnen met de veergelden kunnen we onze broek ophouden. Was je opleiding geweest om tot schipper bevorderd te worden? Ja. Een cursus voor de theorie die je ook moet weten voor de vaarbewijs. En een praktijkexamen op de boot. Dus toegesneden op dat je de boot beheerst. Hè, dat je manoeuvres uit kunt voeren die nodig zijn. 10 jaar geleden is een gezellig club die al 10 jaar een beetje dezelfde samenstelling heeft. Dus het is zelfs zo dat wij mensen op een wachtlijst hebben staan die graag schipper of maat willen worden. Hartelijk welkom op dit feest. 10 jaar geleden is het schip in de vaart gekomen. In die 10 jaar heeft het schip een plek verdiend in de toeristische ontwikkeling van Midden-Groningen. Als voorbeeld daarvan konden wij vorig jaar onze 50.000ste bezoeker ontvangen. De eerder genoemde PR-commissie heeft een prachtig programma samengesteld. We hebben natuurlijk naar het weer gekeken, maar volgens mij komt dat helemaal goed. 10 jaar Rijdiepveer. En ik zei net, ik weet nog heel goed, 2013, 2014 was lid van een hele fanatieke fietsgroep van de provincie Groningen. Wat waren wij toen al blij met deze veer, want we konden inderdaad dwars door het Midden-Groningenland fietsen waar we maar wilden. En we waren toen al heel verguld met deze mooie veer. En nou ja, dat het nu 10 jaar later is dat ik hier ook een rol mag spelen om dat moment te herdenken, het vervult mij met een zekere eer en trots. Dankjewel voor de uitnodiging, dat alvast. Verbinden, het woord valt al te vaak tegenwoordig. En laat ik het nou maar niet hebben over alles wat maatschappelijk nodig is als het gaat om verbindingen en zo. Want jullie laten hier gewoon heel praktisch zien wat verbinden betekent. Prachtig, met jullie. Met al die vrijwilligers die jullie daarmee zo behulpzaam zijn. Aan de beide kanten van het Rijdiep de oevers ontsluiten voor onze eigen inwoners, voor fanatieke fietsers, maar ook voor recreanten en toeristen die hier dit mooie gebied willen bewonderen. Dat moeten we hebben. Verbinden en samenwerken. Die bestuurlijke grens van die gemeente Hogeland en Westkwartier, lokale burgemeester, die doet er niet zo gek wat toe. Het Midden-Heuvelsland is wat het is en trekt zich gelukkig niks aan van bestuurlijke grenzen. Waar je ook voor hebt gekozen. En dat is het mooie van deze verbinding. Die verbindt gewoon de beide oevers, het hele Midden-Heuvelsland, tussen de beide gemeenten. En laat zien hoe prachtig mooi het hier is. Ik hoorde net al 50.000 bezoekers, vaarders. Hoe noem je dat, mensen die met een veer varen? Ja, passagiers. Hoe noem je dat? Passagiers. Passagiers, ja, zo kun je het ook noemen. Gewoon passagiers op een veer. 50.000. Ik ben ervan overtuigd, met alle plannen die de provincie, het waterschap en de beide gemeenten hebben om dit gebied verder tot ontwikkeling te brengen, landschappelijk, toeristisch, maar ook agrarisch, dat deze veer een gouden toekomst tegemoet gaat. Dus wat mij betreft, gefeliciteerd voor deze 10 jaar, gefeliciteerd met die 50.000, en ik durf te wedden dat we binnen 10 jaar die 100.000 hebben gehaald. Heel veel succes ermee. Dank u wel. Had het alleen over de grenzen tussen de gemeenten. Nou, in die tijd hebben we daar mooie discussies over gehad, maar uiteindelijk is er ook een herindeling gekomen en is de grens ook anders komen te liggen dan die eerst lag en werd het Rijdiep weer de grens zoals dat vroeger ook altijd geweest is. En ik denk dat dat toch wel heel mooi is, Henk-Jan, ondanks dat dat bij jullie misschien toch nou, ook een beetje pijnlijk gevoel is, maar nou, wij zijn er in ieder geval heel trots op. En daardoor is dit veer niet de verbinding tussen simpelweg 2 dorpen of zelfs 2 buurtschappen, Aduarderzeil en Schaphalserzeil, maar tussen de 2 grootste gemeenten van de provincie Groningen in Oppervlakte. En wij gaan volgens mij straks ook samen iets doen dat in het kader staat van die verbinding. Want aan deze kant
is een fietsknooppunt, nummer 47, 46, nee, aan deze kant is volgens mij 45, aan die kant 47, of andersom, maar in ieder geval 46 ontbreekt, en daar gaan we wat aan doen. Bewondering voor wat jullie doen, en ook ik hoop dat in de komende jaren nog heel veel mensen met succes van dit veer gebruik maken. Dankjewel. Ja, ik overhandig hier een kistje. In dat kistje die al een beetje overklapt. Daar zit een nieuw knooppunt. En dat is wel het knooppunt 46. Het knooppunt 46 van de een of andere manier. Ja, en die was. Maar wij weten wat dit nu gaat worden. Het eerste mobiele knooppunt in Nederland. Nou, dat is dan de opening voor ons feest. En dan kunnen we zo meteen gaan vallen. Dank jullie wel. Ja, geweldig meneer, ik zie hem al, dank u wel. Nou, nummer 3, pak nog maar één dan. Pak naar huis. Nou, de andere 1936 hebben pech, maar wie weet, over een jaar of wat zijn we hier weer. Al 10 jaar vaart de Drijdiepveer, iedere dag heen en weer. Het geeft veel plezier en vertier. Voor jong en oud, die er van houdt. Ik voel me thuis bij de Aduer de Zijlstersluis. En die krijgt net ook een prijs. Hartstikke goed.